De incidenten van Pikinksaren op 2 mei moeten niet ervoor zorgen dat mensen uit het gebied worden onttrokken uit de productiesector. Dit haalde VHP-parlementariër Cedric van Samson aan in de Nationale Assemblée. Hij onderstreepte dat door de incidenten de productie in de goud- en houtsector naar een laag pitje is gebracht. Ondernemers hebben namelijk veel schade geleden. In de goudvelden en de houtvelden. Dikwijls de mensen zijn die zelfs in de omgeving daar werken. Om het te zeggen, de bong in Abusi Ano, de sma in a foto en falla den bong. Het zijn de mensen die in de omgeving zelfs werken daar. Het is een stukje werkgelegenheid, voorzitter. Ik pleit ervoor dat dit niet ervoor moet gaan zorgen dat de mensen in die omgeving onttrokken worden aan de mogelijkheden om deel te zijn van die productie. Maar regering, ik vraag ook aan u om ervoor te zorgen dat we een sterk openbaar ministerie hebben. Om ervoor te zorgen dat wij geen vacuüm krijgen door een niet permanent, niet benoemen gelijk van een PG. Want als we dit zo laten, voorzitter, kan er een ruimte ontstaan voor bandeloosheid. NDP-parlementariër Iona Edward zegt dat ondanks de incidenten van 2 mei op Pikinksaren, andere inheemse dorpen nog steeds last ondervinden van uitgegeven gronden. Ze benadrukt dat het inheems volk een geduldig volk is geweest en tig keren vreedzame protestacties heeft gevoerd om aandacht te vragen voor hun grondenrechten. Toch worden onze gronden, concessies uitgegeven aan family en friends. Deze bende zit zichzelf te verrijken met onze rijkdommen. Alles wordt afgepakt en als dat niet genoeg is, voorzitter, worden we onder druk, geïntimideerd en zelfs vermoord wanneer we opkomen voor onze rechten. Voorzitter, ik eis van de regering dat alle uitgegeven concessies en gronden rondom de inheemse gemeenschappen nietig verklaard worden. De president praat over maatregelen die getroffen zijn door justitie om de daders te straffen. Maar de president rept geen woord over concrete maatregelen omtrent de gronden en concessies van de inheemse en tribale volken. Die de aanleiding zijn geweest voor de onrust, voorzitter. Welke concrete afspraken zijn er gemaakt met de inheemsen? De minister van GBB heeft het over mogelijke intrekking van een houtconcessie, maar wanneer zal dit een feit zijn, voorzitter? Edwards heeft de regering ook verzocht het gebied rond Pikinksaren vrij te geven. De inheemsen zouden geen overleg kunnen voeren met de regering als sprake is van onderdrukking en intimidatie.